Als je wegen aan het openbreken bent, ben je de meest impopulaire man die er is. Maar dat gaat zo blijven totdat de eerste fase van het project is opgeleverd. Dit zei minister Jerry Miranda van Openbare Werken en Communicatie vandaag bij de start van de werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat. Het gaat om het gedeelte tussen de Nassilaan en het Molenpad. Hij is zich ervan bewust dat er wat ongerief zal ontstaan voor het verkeer dat gebruik maakt van dat weggedeelte. Maar hij beloofde dat de samenleving iets veel beters ervoor terugkrijgt. De bewindsman zegt dat het nooit het juiste moment is om te starten. Iedereen focust zich natuurlijk op hoe gaat het eruit zien uiteindelijk aan de bovenkant. Maar in essentie gebeurt het werk onder de grond. Het is een rioleringsproject. Wat gaan we dus doen? Aan weerszijden van de weg, in de trottoirs, komt er een lateraal riool. En dat lateraal riool, dat is het riool, is een buis van ongeveer 30 tot 40 centimeter. Waarop alle straatkolken, alle putten en de huishoudens worden aangesloten. En dat krijg je aan weerszijden van de weg onder het trottoir. Als we dat hebben aangelegd, wordt in het midden van de weg het bestaand riool eruit gegraven. Er wordt een nieuw hoofdriool met een buisdiameter van ongeveer een meter aangelegd. En op bepaalde plekken wordt dan het lateraal riool gekoppeld op het hoofdriool. Het voordeel dat je hiermee hebt, is dat je hoofdriool in principe beschermd is tegen verstoppingen. Als er zich gekke dingen mochten voordoen, dan gebeurt dat in het lateraal riool en kun je dat daar verhelpen. En een ander voordeel is dat koppelingen in de buis onder de weg niet meer nodig zijn. Dat doe je aan de zijkant. En je kent allemaal het fenomeen van nieuwe wegen die opengebroken worden om aansluitingen te maken. Als dat is gebeurd, dan moet u nagaan dat de hele weg van de ene kant naar de andere kant op de schop is. En dat biedt natuurlijk wel de mogelijkheid om de bovenbouw een beetje aan te pakken en te upgraden. En je krijgt dus een nieuwe Zwartenhovenbrugstraat, glad geasfalteerd. Farsi Korabux, directielid van aannemer Baitali NV, zegt dat het project na 2 jaren moet zijn afgerond. De riolering die onder de weg loopt, wordt onder meer vernieuwd, geeft hij aan. Het besluit nemen dat, al hoe impopulair ook, je die maatregelen zou moeten nemen, anders kom je er nooit. Verschuif je het met een maand, begint de regentijd. Verschuiven naar de droge tijd, dan is het vakantietijd. Dus uiteindelijk, niet zo leuk voor een minister om aan te horen, maar deze maatregel moet je nemen. Ik ben wel blij als ik de berichten heb gehoord van de meeting die met de buurtbewoners is gehouden, dat iedereen zich eigenlijk, ik zie mijn goede vriend ook daar zitten, zich positief heeft opgesteld. Kritisch, maar positief. Vanmorgen was ik met mijn directeur in verband hiermee aan het praten en hij gaf een mooi voorbeeld. Ik heb er niet echt opgevallen. Als een vrouw kinderen gaat maken, dan heeft u 9 maanden pijn, strijd. Ik ken niet dingen wat ik heb, kinderen. En klagen. En na 9 maanden, als je ziet wat eruit komt, is het echt de moeite waard geweest. Neem ik aan voor een vrouw. Even voor die vader wel hoor. Dus ik zeg, laten we deze bevalling even op. Deze is maar een bevalling van 6 maanden, voor het eerste deel. Maar ik denk, als ik de kwaliteit van het bedrijf ken, de deskundigheid van mijn ministerie, toevallig, ik was ook de dienstcommissaris van daar, ook de deskundigheid van de mensen daar, de consultant, als ik die deskundigheid bij elkaar zet, denk ik dat u na zoveel maanden een prachtig product gaat krijgen. Het start zijn van de rehabilitatie van de Zwartenhovenbrugstraat is vanmorgen gegeven. Met het Korps Politie Suriname en de aannemer Baitali zijn er modellen uitgewerkt om het ongerief tot een minimum te beperken.